de kleine plantjes. Vandaag ga ik een fangirl video maken over Fantastic Beasts en Where to Find Them. Terwijl ik dit doe, ben ik ook een sjaal aan het breien. En zoals jullie zien is het Hufflepuff. Ik ben geen Hufflepuff, ik ben een Slytherin. Maar ik breid toch deze sjaal omdat ik graag brei en een vriendin van mij wil een Hufflepuff sjaal, dus daarom brei ik. Zullen we beginnen? Toen ik hoorde dat J.K. Rowling een nieuw boek en een nieuwe film ging uitbrengen, was ik al van, oh my god, ik moet die zeker gaan zien. Ik hou van Harry Potter. Ik ben er eigenlijk heel grote fangirl van. En hoe dat komt, is eigenlijk door mijn babysit van vroeger. Want ik had vroeger een babysit, Chloe. Vroeger keek ik eigenlijk nooit Harry Potter. Ik was bang van Harry Potter. Maar toen kwam die babysit en zij vond het belachelijk dat ik nog nooit Harry Potter had gekeken en dat ik daar bang van was. Dus wat deed zij? Elke keer dat ze kwam babysitten, bracht ze een nieuwe Harry Potter film mee. Dus toen hoorde ik dat opeens Fantastic Beasts uitkwam. Nee, en de acteur die hier hoofdrol speelt, Eddie. Eddie is een Hufflepuff. Ja, Eddie is gewoon perfect. Eddie speelt de hoofdrol in Fantastic Beasts en Where to Find Them. En zoals gewoonlijk doet hij dat goed. De magie in deze film was gewoon zo mooi en er waren heel grappige scènes. Ik vond deze film veel lichter dan Harry Potter films, want Harry Potter films zijn donker en er gebeuren heel veel spannende momenten in. En ja, eigenlijk was het gewoon een goede film. Ik kan er niet veel over zeggen. Heel mooie kledingstijl dat ze daar hadden. Heel mooie locaties gefilmd. Mooie montage. Gewoon een mooi verhaal. Ik kon wel zien aan bepaalde personages of dat een Hufflepuff was, een Slytherin, een Ravenclaw of een Gryffindor. Dus het hoofdpersonage was een Hufflepuff, want die droeg een Hufflepuff sjaal. Ah ja, by the way, als jullie een tutorial willen over hoe je eigenlijk een Harry Potter sjaal breidt, laat dat zeker weten in de commentaar beneden. Hopelijk vond je het een leuke video. Als je het leuk vond, geef dan een blauw duimpje. Vergeet zeker niet te abonneren, want ik post elke zondag om 10 uur 's ochtends een nieuwe video. Volg me ook op al mijn sociale media, want alle links staan in de beschrijving. En laat in de commentaar achter in welk Hogwarts house je zit. Want ik zit in Slytherin, want ik hou van mijn Hogwarts house. Als jij wilt dat ik een video maak over Slytherin en waarom ik zo trots ben om een Slytherin te zijn, laat dan ook een commentaar achter. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bye! Fantastic Beasts and Where to Find Them. Een geweldig goede film. Echt zo goed. Ik raad eigenlijk aan iedereen aan die van Harry Potter houdt en die graag Harry Potter dingen ziet en magische wereld. En ik heb nu een Deadly Hallows ketting aan, want ik hou van Deadly Hallows ketting.